Hoe lang duurt dit gesprek nu? Nou, een minuut of... Oh, hallo mensen, daar zijn we. Keurenmiddag met Paul Hane. Ja. Nou, een minuut of drie, vier. Moet je weg? Nee, ik hoef niet weg, maar dan weet ik in ieder geval hoe lang het duurt. Oké. Anders praat ik te veel of te weinig. Nee, maar jij praat nooit... Het is jou nooit verweten dat jij te weinig praat. Oh. Wel? Nou, nee. Nee. Nee, nee eigenlijk nooit. Nee. Zit het niet goed? Ja, zit goed. Keurenmiddag met Paul Hane natuurlijk. En met dominee Gremdaad en Margreet Dolman. Dat krijg je allemaal niet te zien. Want we zijn geïnteresseerd in de persoon Paul. Hoe zit jij? We hebben het op de radio al even over gehad. Mocht je het gemist hebben. Even een mooie kroon van het Koningshuis. Hoe sta jij tegenover de nieuwe koning? Nou, ik vind Willem-Alexander... Die kwam op mij heel rustig en evenwichtig over. In het interview met Marielle Tweebeke, die ik ook heel rustig en evenwichtig vond. En ook vol respect, wat ik ook alweer eens leuk vond. Normaal zijn mensen van de top-down een beetje. Ja, uit de hoogte. Dat vond ik was heel... En Rick Nieman ook. En Maxima ook. En ik vond het grappige als we naar een republiek toe zouden gaan. En je zou moeten kiezen tussen Willem-Alexander en Mark Rutte. Dat ik dan toch voor Willem-Alexander zou kiezen. Ja. Dat er veel meer inhoud en veel meer bevlogenheid. En hij vertelde dat hij heel veel van zijn moeder geleerd had. Dat je rechtlijnig moet blijven. Dat je ook tegenwind moet kunnen trotseren. Dat vond ik wel heel... Dat is ik mooi. Vond, ik vond, hem dat hij, vond het wel dat hij erg vooruit gegaan was. Ja, dat vind ik inderdaad ook. Hij kwam heel hij is sympathieker geworden. Ze hebben gelijk een poll gehouden nadien. En hij schijnt nu populairder te zijn dan zijn moeder. Dat gaat snel. Dat gaat heel snel. Ben je een kwartiertje op televisie en je bent al populairder dan de koningin. Maar hoe reageert dan zijn moeder daarop? Een beetje kribbig, Want je hebt altijd nog kans dat zij toch zegt van ik blijf nog even. Dat denk ik niet hoor. Dat ze weer een toespraak houdt. Is toch je zoon? Ze houdt toch van hem? Jawel, tuurlijk. En maar ze heeft ook de eergevoel. En over houden van gesproken. Ja. Jij bent echt een man van... verbinden en kijk naar een prachtig hart voor je uitgekozen. Schitterend, hè? Ja. Vind je het mooi? Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Wie heeft dat gemaakt dan? Dat speel je wel goed, hè? Want je ziet helemaal niks, hè? Nee, nee maar in gedachten in je gedachten. Want jij bent als... allemaal oplichterij. TV is gewoon oplichterij, mensen. Waar je bij zit, notabene. Ja. Want jij bent natuurlijk in je typetjes... Ja, nou zie ik het wel. Ja, zie je het wel? Ja. Het is wel te zien hier. Hij zit te liegen dat je het niet te zien is, maar ik zie hier wel wat. Ja, we zijn nu de tijd heen, dus we gaan over de liefde praten op de bank. Mag dat? Ja, dat is goed. Zullen we naar de bank toe gaan? Dat is fijn. Want je wilde een vraag stellen, maar die is er niet. Oh, die komt er niet. Die zit ook in mijn strot. Die komt zo meteen. Als we op de bank zitten. Eén ding. Rust hebben, dat is belangrijk. Ja, ik moet zeggen, ik ga niet onder stoelen en banken steken. Dat ik heel groot fan van Paul ben. Vooral van de typetjes die hij doet, maar gewoon ook als persoon natuurlijk. En in 1979 had hij min of meer toch een hitje, moet ik eerlijk zeggen. Waar ik was toen ook net geoud, dus ik vond het toch wel heel spannend. Buk nog een keer. Oh, Buk nog een keer. Ja, geweldig. Zullen we daar even naar kijken? Terwijl wij naar de studio ingaan? Ja, dat is goed. Buk nog een keer. Ja, een film van Frans Romet ook. Ja, nou dan weet je hoe het eruit gaat zien. Kijk even mee. Laatste geld. Ik gooide een briefje van 100 voor je Billy. Het was mijn laatste geld. Adem stokte. Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte. Trapte erop. Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door. Het niets. Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, Buk, Buk. Buk nog een keer, vooruit zijn geluk is toch al zo keer. Ja, Buk, Buk, Buk nog een keer. Doe nou mijn liefde, vraag niet om meer. Nee, nee. Waarom heb je ertoe besloten eigenlijk om zo te eindigen met je doorgelopen mascara en die pruik die aan de wilgen hing? Zo zou ik zelfs lachen. Ja, dat zou ik nou niet meer doen. Nee. Dat was toen ook uit een soort eerlijkheid dat je niet... Dat je kon zien dat het een man dat, was. Ja, en dat ik niet van travestie hield eigenlijk. Maar ik wil eventjes een prachtig, mooi antwoord. Dus een beetje lang. Een beetje lang. Ja. Maar wel een goed antwoord. Nou, fijn. Ja, want je had het over 37 jaar geleden, maar nog langer geleden. Toen is het allemaal begonnen.
Toen was je op een feestje, we hebben het op de radio uitgebreid over gehad. Feestje van de Varen, personeelsfeestje. Ja. En toen werd je min of meer voorgesteld aan Dammy van Geest, jouw huidige vriend. Want je bent niet getrouwd, dat wilde je persoon niet, vertelde je op de radio. Ja, vertel ik op de radio. Ja, vertel op de radio. Dat je vertelt. Want, die mensen heb je ook, die elkaar altijd napraten. Gewoon. Dus nee, maar niet van napraten. Hou jij van napraten? Nee, maar nu met doen elkaar we napraten. Nu een beetje, dat je van napraat. Ja, maar goed. Maar goed, dat wil je vragen. En nou, ik wil graag iets van jou vragen. Ik wil ook iets van jou leren. Want jij bent, los even als artiest een groot voorbeeld voor mij, ben jij ook, omdat je al 40 jaar lang dezelfde man hebt. Ja. Dat, ik ben niet jaloers, want dat zit iets negatiefs in, maar ik benijd je daarin. Hoe je hebt elkaar dus leren kennen. Zijn uiteindelijk achterin een auto gaan zitten van een vriend waar je daarmee was. Vertelde je mij. En toen is het eigenlijk de vlam ontsproten. Ja, hoe zeg je dat? Vlam in de pan? Vlam in de pan, flesje in de pan. Ja. Wat was er zo bijzonder aan hem? Dat je zag van nou, ik zit naast Dammy. Wat was er dan zo bijzonder dat je nu nog 40 jaar nog steeds bij hem bent? Nou, dat je meteen voelde dat het een hoogstaand iemand was. Hij had gestudeerd ook. Hij was intelligent en bijzonder knap en nog steeds. En dat ik 40 jaar bij hem ben, dat ligt meer aan hem, denk ik, dan aan mij. Ben je een moeilijk figuur dan? Ik ben veel wispelturiger en veel ongecontroleerder. En ik heb veel meer stemmingswisselingen. En hij is het evenwicht zelf, zeg maar. Dus zeg maar de baken in de zee die Paul Hanen heet. Ja, en dat de vriendschap natuurlijk heel essentieel is. Dat je echt vrienden van elkaar bent. Want verliefdheid, dat is natuurlijk heel fijn. Dat gaat over. Nee, dat gaat niet over. Nee, ben je nog steeds verliefd? Ja, dat heb ik nog steeds. Dan lees je toch de verkeerde bladen, want ik las laatst de Margriet. En daar stond in... Nou, dat kan niet. Hoezo niet? Dat jij de Margriet leest, nee, dat kan niet. Maar goed, dat kan niet. Dat was een vriendin of zo. Ik weet niet precies welk blad het was. En daar stond in, het begint natuurlijk met verliefdheid. Dat als het goed is, gaat het over een houden van. En in dat houden van ligt besloten de vriendschap en de innigheid die je met elkaar deelt. Ja, dat is toch mooi samengevat. Maar de verliefdheid die blijft. Dat hoort zo. Ja. Maar zelfs Dammy, daar kom ik niet. Als Dammy een paar dagen naar het buitenland is, naar ons huis in Frankrijk. Een heel mooi heb je een huis in Frankrijk? Heb jij een centje dan? Dat lijkt me niet goedkoop. Nou, steeds minder natuurlijk door de crisis. Ja. Over verliefdheid. Ja, daar wil ik naartoe. Als hij dan terugkomt uit Frankrijk, of ik ben in Frankrijk en hij komt, en de trein komt aan, want we zijn allebei treinfanaten, dan voel ik de verliefdheid altijd nog weer. Ah. Ja. Dan moeten we eigenlijk even een love story onderzetten, mensen. Een beetje naar liefdesmuziek. Hebben we dat, jongen? Love story. Ja. Love story, hoor je dat? Dus dat is echte liefde. Mooi. En echt houden van. Daan, mag ik nog een beetje water van jou? Ja, dat gaat wel, heel erg. Dat is wel nodig. Nou, we kletsen wel een hoop, hè. Dus, oké, dat is dus de verliefdheid. Mooi. Maar ik wil daar dus, ik wil nu even van jou misbruik van jou maken. Want mij lukt het maar niet om... Nee, dat zeg ik. Het lukt mij maar niet om in iemand geïnteresseerd te blijven langer dan een paar dagen. Waar gaat het dan mis? Waar moet ik dan extra energie in gooien? Nou, misschien dat je in eerste instantie op het uiterlijk let. Nou ja, uiterlijk brengt je bij elkaar, innerlijk houdt je bij elkaar. Jawel, dat is mooi gezegd. Dank je. Maar je kan ook beginnen met het innerlijk. Dat je denkt van... dat het uiterlijk er wel bij hoort, maar dat je... Dat niet de hoofdzaak is. Dat je gewoon denkt van... Je hebt toch wel iemand waar je al heel lang mee omgaat. Ja, met gewone vrienden, maar er zit er dus geen erotiek bij. En het zit ook geen mogelijkheid in. Nou, nee. We hebben hier Peter Snijders werken. Nou, die zit daar. Nou, is een aardige kerel, maar je moet er niet aan denken om daar 's morgens mee wakker te worden. Nee. Nee, lieve jongen, maar ik ben niet... Misschien moet je dat dan toch eens proberen. Nee, vind het heel erg. Nee. Wel, nee. Proberen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, nee. Nee. Dus, maar nog andere mogelijkheden dan? Er zijn nog wel andere mogelijkheden, dat je het wel langzaamaan... Dat vraag ik eigenlijk aan jou, want jij bent dan begonnen zeg maar, op de achterbank van de auto. Hoe lang duurde het vanaf het moment dat je instapte tot de eerste kus? Mag ik dat eens vragen? Want dat zou mij op het juiste spoor kunnen zetten. Vind je het ergens even over mij gaat? Ja, nee, dat vind ik juist prima. Dat wil je alleen toch graag? Nou, nee, dat wil ik niet graag. Maar ik vind het prima dat het over jou gaat. Ja. Maar het gaat niet om het moment van de eerste kus. Niet? Nee. Oh. Maar het gaat om... Maar je bent... Ongeduldig. Gretig. Ja, ik wil graag zoenen. Ik vind zoenen gretig. Ja. En dat moet je afleren. Oh. Het gretige. Maar je verlangt toch naar elkaar?
Ja, maar dan kan je toch ook uitsmeren over een aantal dagen. Jij wil alles meteen boten bij de vis. Je wil meteen, als je iemand ontmoet... We wachten lekker afrekenen. Ja, en, ja. En de volgende ochtend wil je het bespreken. Nee. Eigenlijk. En de volgende ochtend denk je van, nou, dat is toch niks voor mij. Terwijl je veel langere adem moet hebben. Ik herken wat je zegt. En dat was wel zo. En toen ik mijn eerste meisje... Ik heb vroeger ook veel met vrouwen. Mijn eerste meisje herkende. Toen dacht ik, daar ben ik zo in geïnteresseerd. Laat ik gewoon eens met haar naar de film gaan. Een keer wat eten. En niet gelijk mee naar bed gaan. Nee. Dat heb ik toen een week of 3-4 uitgesteld. En toen viel het ontzettend tegen in bed. Toen dacht ik van, ja, dan heb ik mijn hele zinnenzaligheid opengezet voor je. Ja. Veel tijd geïnvesteerd en veel aan je gevraagd hoe jij in elkaar zit. Maar toen bleek het helemaal niet lekker te zijn. Terwijl je toen dus wel homoseksueel was. Biseksueel. Oh, biseksueel. Ik vond het wel lekker. Ik vond nog steeds. Haar naaktheid, die sprak mij zeer aan. Zeker. Je bent nog steeds biseksueel. Nou. Want dan is het... dan heb je veel meer mogelijkheden. Ja. Wel. Ja. Want dan nou, voor een relatie niet. Ik vind het leuk met een vrouw het uitgaan en het praten en samen eten en dat soort dingen. Maar de rest hoeft niet. Nee. Nee. Maar dat hoeft ook. Dat is ook maar het kan dan toch zijn dat je meer homoseksueel was in die tijd dan biseksueel. En dat je eigenlijk onder druk van de maatschappij op een fout spoor ging rijden. En dat dat de oorzaak is, dat je wel een aantal weken met haar naar de film gaat en dat. Maar je tegelijkertijd al dacht van ja, het is eigenlijk toch niet mijn cup of tea. En als je dan met haar in bed ligt, dat het dan boven komt. Toch? Nou ja, wijze woorden. Ja, dat zijn mooie woorden. En misschien zit ik op de verkeerde spoor en heb ik mijn gevoelens op een ander spoor gerangeerd. Om het even zo te zeggen. Maar dan zou je wel... Maar ik raakte wel opgewonden van hem. Ik hoef dat allemaal niet helemaal pastisch uit te leggen wat dat is. Dat snap je natuurlijk wel. Dus ik vond het wel opwindend. Ja. Dus dat wel. Maar toen dacht ik van nou dat het achter de rug was. Nou. Maar ja, dan zie ik toch nog wel mogelijkheden voor jou. Ook in die richting. Oh, dat zijn goede berichten. Als je het toch opwindend vindt. Want welke vrouw, als je dus bekende vrouwen ziet. Bekende vrouw? Anouk bijvoorbeeld. Ja, daar zou je wel mee willen. Nou, mee willen. Ik vind het interessant omdat ze eigen gereid is. Wat jij ook vindt, weet je wel. Ik vind het prachtig. Ze kan goed zingen. Ja. Ze is intelligent. En ze heeft een centje op de bank. Ja. Niemand wil een arme snoeber, Paul. Nee, dat is... Maar zo moet je niet... Nee? Nee, natuurlijk niet. Maar dat weet zij ook wel. Maar je hebt ook... weet zij ook wel. Dat ze geld heeft. Ja, als water. Ja. Maar goed, als zij merkt dat je daarop uit bent, dan wil ze het helemaal niet. Het zou wel zo kunnen zijn dat zij weet dat je homoseksueel bent. En dat zij denkt van, oh, maar dat is misschien toch wel leuk om die om te turnen. Want die vrouw heb je natuurlijk die ook. Die heb je ook. Heb jij dat wel eens meegemaakt? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nee? Zou je het willen? Nee. Dat kan ook niet meer nu natuurlijk. Want heb jij een omslagpunt gehad? Dat je dacht van nou, was jij gelijk homo? Vanaf mijn zevende. Meen je dat? Ja, vanaf mijn zevende was ik verliefd op jongens. Al. Jeetje, wat jong. En toen ik had een dagboek, daar heb ik ook alles ingeschreven. Ook mijn coming out helemaal in mijn dagboek. Ja. Ik had een vaste rubriek, zoals bij de radio ook. Had ik in mijn dagboek ook een vaste rubriek. Elke week had ik de rubriek Ik ben ook een mens. En ook met een logootje erbij. En ook helemaal geanalyseerd wanneer ik het voelde en wat ik eraan moest doen. En ik had natuurlijk als voorbeeld mijn moeder, niet dat die lesbisch was, maar die had straatvrees. Dus wel een angstvrouw, dat ik dacht bij mezelf van dat mag mij nooit overkomen. Dus ik was mezelf al wel heel vroeg aan het analyseren eigenlijk. En wij hebben natuurlijk ook aan jou gevraagd, heb jij een leuk tv-fragment waar we even naar kunnen kijken en naar luisteren. En dat is iets met... Frank Sinatra. Ja, en Quincy Jones. En Quincy Jones die heeft ooit... ik zit steeds in deze camera te kijken, maar ik weet niet of dat mag, want deze loopt ook. Maar dat maakt niet uit. Nou, je bent toch niet voor het eerst in een tv-studio? Nee, maar dit is een totaalcamera, maar daar zit niemand achter. Nee, dat is allemaal automatisch. Je gaat altijd naar een persoon kijken kun je waar even iemand laten achter zien? Zit. Laat me even zien, die camera. Ja, dan moet je even bewegen. Ze hebben schrikken natuurlijk. Kijk. Dit is dus de camera waar niemand achter zit. Maar daar moet je je helemaal niet door laten storen. Maar ik mag in deze camera gewoon kijken. Het is jouw uur. Oh ja. Uur. Maar Quincy Jones is de oprichter van Les Doublecis de Paris. Ja. En dat was een vocal jazz groep. Die later is opgegaan in de Swingersingers, Quincy Jones. En later is hij met Sinatra gaan werken. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Daarna Michael Jackson.
heeft hij ook nog gedaan. En hij leeft nog steeds, Quincy Jones. En dat was zo'n enthousiaste dirigent. En we hebben studio-opnamen van Sinatra. En het zijn waarschijnlijk illegale opnamen geweest. Maar Sinatra leeft niet meer. Dus het is helemaal niet erg om dat nog weer te vertonen. Het staat op YouTube. En dan zie je Quincy Jones echt ook helemaal in trance Mac the Knife dirigeren. Hoe heet en het Sinatra Mac the Knife. Mac the Knife, mensen. Gaan we even naar kijken. Trui. Sinatra in trui. Die gewoon met koptelefoon op heel ontspannen. We gaan daar even kijken. Is Sinatra. Ja. Oh, hey, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife. Oh, nou, dat is wel een goed nummer, als ik het zo zie. Ja. Vind je niet? Maar dat voel je toch het enthousiasme? Ja, ik voel het nog steeds. Het enthousiasme van mensen die in de muziek werken, ja. Eigenlijk. Ja, ja. Wat en mij, hè? En het, nou, het gemak waar Sinatra mee zingt. Ja. Ik wil over gemak gesproken, want ik voel me erg met jou op mijn gemak. Ik denk dat wij ook nog eens een keer een persoonlijke tête-à-tête moeten hebben. Gezellig bij jou in het Betty Asphalt complex. Ik wil graag een keer bij je langskomen. Ja. Maar niet nu, want het gaat allemaal heel erg de diepte in. Terwijl we een beetje aan de oppervlakte willen blijven. Dat is toch niet erg? Dat is ook leuk. Aan de oppervlakte is het ook leuk vertoeven. Maar mensen hebben ook behoefte aan diepte. Juist. Ja. Maar goed, dat gaan we nu niet doen. Niet waar de mensen bij zijn tenminste. Zullen wij het even hebben over jouw theatertour? Vanaf 30 april. 30 april is... Ik ben even aan het woord. Oh ja, ja. Is 1 Paul. Is Paul is jarig. Nee, maar dan ben jij jarig. Ja, dan wel. Ja. Ja, maar niet vanaf 30 april. Nee, ik ben op 30 april. Op 30 april is die jarig. En vanaf 1 mei is dan de theater. Ja. Dan is hij, wordt hij 67. 67 wordt Paul dan. En dan vanaf 1 mei begint de tour. Nee, vertel daar eens even leuk over. Nee, maar de tour die loopt al een tijd. Ja, ja, maar goed, 1 mei staan we in de Lamar Theater. In de Lamar. Ja. Ja. En 1, 2 en 3 mei staan we in de Lamar Theater in Amsterdam. En dan staan we nog in Almelo. Met Margreet Dolman en Dominic Gremdaat. En Dominic Gremdaat. En in Antwerpen staan we ook op een wereldtournee, is het eigenlijk. Meen je dat? We staan 27 april in Antwerpen, in de Aardenberg Schouwburg. Leuk. Met de voorstelling. Ja. Wil je wat vragen? Ja, oh, ik probeer er af en toe eens een vraag doorheen te duwen bij je. Heerlijk als je zo mag praten. Ja, dat is goed. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten? Mensen kopen een kaartje, en die gaan zitten, het doek gaat op. En wat kunnen mensen dan verwachten? Het is een rechtstreekse voorstelling, dus ik bepaal het ook op de dag zelf wat erin komt. Dus het zijn actualiteiten, het zijn levensverhalen, het is muziek, het is enthousiasme, het is vrolijkheid. Ik vind het altijd het leukste compliment als mensen na afloop zeggen dat ze vrolijk uit de voorstelling komen, maar ook wel met meer inzicht. Want dominee Gremdaat die verschaft inzicht. Ja. En Dolman geeft de vrolijkheid. En het is een hele... Ja, opgewekte voorstelling. Ik heb er zelf enorm veel plezier in. Ik denk dat overkomt. Ik heb meer plezier in het theater dan ooit. Wat ik dat vroeger nooit had gedacht. Maar omdat je wat ouder bent, heb je meer ontspanning op het toneel. Geniet je van de reacties van de zaal. Geniet je van het mysterie van theater. Dat iemand op het toneel staat en dat een zaal reageert. Dat het is een hele interactieve voorstelling. Ja. Hè? Want het publiek wordt er heel actief bij betrokken. Ja, mensen mogen op een briefje schrijven wat ze hebben meegemaakt. En een aantal mensen die worden geselecteerd door Dammy Vergees als Dr. Valentijn. Want Dammy zit ook op het toneel? Ja, zit ook op het toneel. Ja. En mensen mogen een telefoonbriefje opschrijven van een nummer waarvan Margreet Dolman het leuk vindt. Of zij het leuk vindt dat Margreet Dolman die belt. En die zijn in de zaal te horen, ook die gesprekken. Okay. Dus het is een hele levendige, interactieve voorstelling. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. De Lamar 1, 2 en 3 mei. Paul Hane en Dami zijn vriend op het toneel. Ja. Goed. Ik moet het even een beetje ronden, zo langzamerhand. Ja. Maar we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk, want ik heb een beetje last van boertjes laten. Heb jij dat ook? Dat zit in die koekjes, denk ik. Die zijn van de Jumbo. Ja, ik werk het gewoon zoals Sinatra die kon zingen zonder adem te halen. Met hele lange tonen. Lange tonen. Met bijvoorbeeld Old Man River and You Land in Jail. In de tussentijd is het misschien even leuk om naar de top 30 te gaan van YouTube. Die komt er nu aan. En dan gaat hij door. En dat kan ik. Ook. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby.
Kiss. Wij hebben nu de top 30 gezien. Zit je veel op YouTube? Zit je veel op het internet? Is dat iets wat jij, bent? Net als ik van de ik heb wel zo'n Apple TV ding nu gekocht. Een dus iPad bedoel je? Nee, een Apple TV. Dat is weer een apparaat. Ja, dat is iets moderner, maar dat leer je nog wel. Oh. Dat is een klein apparaatje waarbij je gewoon op je eigen televisie YouTube filmpjes Wat leuk! En groot HD, in HD en alles. Ja? Nee, iPad heb ik ook. Ja. Maar dat is alweer ouderwets. Zo lekker als je geld hebt. Zo'n, nou, het is niet zo duur. Nee, maar je moet het wel hebben. Nee, een auto is duurder. Ja, heb ik. Ja. Ja. Heb jij geen auto dan? Ja, ook een auto. Ja, ook een auto en een iPad. Ja. Vond je het leuk bij mij? Ja, ik vond het heel leuk bij jou. Ja? En ik wil je nog wat meer tips geven. Ja? Hoe je tot een rustig, evenwichtig Graag. Partner, geef mij nou eens één tip. Nog even tot slot aan de mensen, want langzamerhand moeten we eruit. Eén tip om nou een leuke relatie. Waar kan ik nou een leuk iemand ontmoeten? Nou, als je dus een café in gaat of via internet of wat dan ook, dan moet je jezelf voornemen, ik ben niet gretig. Ik ben niet gretig. Dat is ook voor de mensen thuis. Mensen thuis, dus als je, want er zijn 2,7 miljoen vrijgezellen in Nederland alleen al. Ben je alleen en je denkt van ik ga de straat op of in de tram of waar dan ook, niet gretig zijn. Nee. Dat is het devies, het credo zeg maar. En laat je me dan weten of het lukt? Ja, zeker. Ik heb jouw nummer niet. Dat heb ik jou een paar keer gevraagd, maar dat krijg ik maar niet. Nee. Dat is ook een reden. Ik vond het heerlijk dat je er was. Ja, bedankt. Dank je wel. Leuk. Ja, leuk. En, volgende keer wil ik wel wijn hebben dan. Ja, nou, volgende keer. Ik zou het leuk vinden. Kunnen wij niet af en toe eens bellen dat wij Margreet aan de lijn krijgen in de uitzending van Keurende Middag? Ja, dus dat zou ik leuk vinden. Dit hebben we niet, dus het is even voorlopig nog een visje uitgooien. Ja, dat heb je vaak met commerciële omroepen, dat ze geen geld hebben. Nee, dat zeggen ze. Ja, maar de bazen rijden dan in dikke auto's. Ja. Ja, nogmaals, ontzettend bedankt. Ja, bedankt ook. Paul Hane was er. Als jij bij jezelf denkt, nou, wie is er binnenkort de weekendgast? Volgend weekend hebben wij Henk Westbroek, ook niet de eerste, de beste. Zijn er andere namen? Dat hebben we hier links, toch? Links gaan we het erin zetten. Als jij zegt van, hey, die heb ik nog nooit gezien, die zou ik wel graag als weekendgast willen hebben bij Keurende Middag, dan kan dat. Nou, dit was het in ieder geval voor dit weekend, de 20e. We besluiten weer zoals altijd natuurlijk met dat filmpje dat we op straat gedraaid hebben. Vorig jaar heb ik dat al gedraaid. In Amsterdam-Noord, microfoon onder de neus van mensen en vragen, wat is liefde voor u? Nog een fijn weekend en graag tot volgende week. Ja? Nou, dat was toch enig. Ja. Ja, ik vond het best goed. Dit zit ook nog allemaal in de uitzending. Ja, dit zit allemaal nog in de uitzending. Onder de aftiteling nog. Ja. Zo leuk. Zo babbelen van. Zo'n dagelijks gesprek. Heeft u kleuren natuurlijk mee, hè? Hoezo? Dat ze zeggen, als je een donkerder huid hebt, black doesn't crack. Alles is liefde. Hoe lang was u samen met hem? Bijna 50. Bijna 50 jaar? Dat is wel een hele ruk. Dan moet het wel een bijzondere man geweest zijn. Ja, ik bedoel, je hebt altijd wel ergens wat natuurlijk. Hè? Het is hangen en stilstaan. En nu dus alweer, wat zei je, 14 jaar alleen? 14 jaar. Dat betekent automatisch... Als de vis. En ga s'avonds naar beneden om te plassen. En ik hoor de boem, de boem, de boem. En daar lach ik. Have I told you lately that I love U heeft het leuk samen, hè? Mijn leven loopt nu prachtig op rolletjes. Misschien met die mevrouw daar. Bent u gelukkig? Ja. Wat maakt u zo gelukkig? Leuke familie. Leuke werksfeer. Ik hoor u niks over de liefde zeggen. Echt wel. 15 jaar samen. Is niet uw eerste man? Nee, ik heb wat oudere kinderen, maar wel mijn laatste hoop ik. Ja, we worden niet jonger, hè? En stabiliteit... In deze tijd moet wel. Nou, u wordt niet jonger, want u heeft uw kleur natuurlijk mee, hè? Hoezo? Nou, ze zeggen, als je een donkerder huid hebt, black doesn't crack. En dat je weet, ik ga voor de blanke. U heeft een blanke man? Ja, een Nederlandse, oer-Nederlands man, hoor. Waar komt u zelf vandaan? Van de Antillen. En waarom wilt u geen Antilliaanse man? Dan hebben we een slagertje ergens zitten, dan moeten we worst halen voor mijn zoon en een heleboel vlees. De volgende dag gaat hij naar mijn zoon om te helpen, hè? En dan komt thuis. Hij zegt, ben jij dronken? Zo stond hij in de Nou, zegt, ik heb een biertje gedronken. Ja, dat moet kunnen, hè? En hij gaat eigenlijk
gaat zitten. Ik zei, nou, ik heb honger. Want ik had die soep natuurlijk niet. Ik had altijd een klikkie. Ik ga mijn klikkie warmen. En ja, en hij ging zijn soep afmaken. Maar ik lustte hem niet, omdat hij... Alles wat erin ging, dat was altijd dubbel. Dat lust ik niet. Dat moet bij mij precies zijn zoals het moet. Dat er twee, dat is zo'n pannetje, met twee kruidenbijltjes in. Dat hele huis toegenomen. Dus dat lustte ik niet. Dus ik had altijd een klikkie. En hij gaat s'avonds naar boven en hij is, nou ja, hij is er vanuit, zeg maar, van de trap af. Zo moet het. Zo moet je het zien en dat was zo. Gebeurt hoor, van de ene dag op de andere.